Dit is de paparazzi. Dan weet ik niet wat ik nou naar de foto moet kijken. Ik kijk naar de camera. Jacques van de Noord Potatoes bestaat dus nu daadwerkelijk 100 jaar. Precies. En dit is het event waar we al het hele jaar naartoe leven. Straks zijn wij tafelgasten. À la de wereld rijdt door. Let the night begin. Hallo, veel plezier. Hey. Hallo. Hey. Hallo. Dank u. Hij zei u. Ben je zenuwachtig? Ik heb me wel eens ontspannender gevoeld, ja. Heeft me de afgelopen week wel mee overeind moeten houden, hoor. Ik had net een halve fles rode wijn staan. Ik heb een paar gouden paar sokken achterover gegoten. Hier, toch wel een klein beetje zenuwachtig. Tuurlijk. Eerste keer live. En met jouw oma die doet volgens mij bij alles een borrel nemen, of niet? Ze vergeet ook iedere keer weer dat ze een borrel heeft genomen. Yes. Dus daar gaat het 2,5 zo. 3, 4. Dan denk ik dat NAO het voor elkaar heeft gekregen dat er nu weer een goed positief beeld is. Ik moet ook zeggen dat de leden zelf daar enorm in bijdragen. Leon zelf, hij is een heel actief lid binnen de NAO. Wat wens jij Leon toe? Allerbeste. Ik ben Leon heel dankbaar wat hij allemaal voor mij doet. Heel veel geluk dat het op net zo'n mooie manier mag doorgaan als dat het de afgelopen 100 jaar is gebeurd. Ja, gaan zo door. Veel aardappelen blijven eten en met dezelfde passie doorgaan. Je moet erin praten. Ja, ja. Ik moet hieruit. En wat vindt u dan het lekkerste op het gebied van aardappelen? Blommig, hè? Een blommig, hè? Ja, blommig op een aardappel, dat kan ik niet uitduiden. Dat moeten we vroeger af eten. Als je dat niet weet, dan kun je het niet kopen. Hoe kreeg jij ooit een idee? Vroeg jij je dat nooit eens af? Het was de stem van een van ons. Wat is jouw wens voor Jacques van den Noord voor de komende 100 jaar? Dat we er net zoveel zin in blijven houden als de afgelopen jaren. En dat we iedere vrijdag midden tegen elkaar zeggen van jongens, we hebben lekker gewerkt. En vooral zo door blijven gaan. Steeds nieuwe ideeën blijven bedenken. Dat is volgens mij wel de kracht van het bedrijf. Jong blijven eigenlijk, daar word je oud mee. En een wens voor je vader? Hij doet het heel goed. En ik hou van je papa. Ah. Ga door met zo over de box denken. En blijf enthousiast. Enthousiast aardappel ondernemen. Ja? Oh, ik wil de stap. En nu? Nu feesten.